Beste badmintonliefhebbers, als het goed is, mogen ook jullie binnenkort weer de baan op. Om blessures te voorkomen, heb ik hier een aantal tips. Tip 1. Uiteraard. Zorg voor een goede warming-up. Minimaal 10 minuten. Tip 2. De meeste mensen, als je iets hebt gedaan, hebben hardloopschoenen aangehad. Zorg ervoor dat je nu thuis minimaal 30 minuten per dag je badmintonschoenen weer gaat aantrekken. Want de zachte schoen van het hardlopen naar de harde schoen in de badmintonnen kan blessures aan je voeten geven. Laat je voeten wennen. Tip 3. Zorg ervoor dat je met hardlopen niet alleen maar lange afstanden gaat lopen, maar dat je steeds meer gaat wenden keren. Zoiets als een shuttle run. Hoeft niet per se de shuttle run te zijn, maar wel de vorm. Of een speedladder waarin je steeds moet wenden keren van de linkervoet op de rechtervoet. Tip 4. Touwtje springen. Goed voor je voeten, enkels, achillespezen en kuiten. Daar zijn de meest voorkomende blessures in de badminton. Zorg ervoor dat je niet te lang gaat beginnen, maar gewoon korte en weinige herhalingen en steeds verder opbouwen. Tip 5. Ook je schouder moet weer wennen aan de klappen van het racket met de shuttle. Als je thuis een tennisbal hebt, kun je daarmee gaan gooien. Zorg er weer voor eerst kleinere afstanden, gecontroleerd gooien en daarna steeds verder uitbreiden met langere afstanden en harder gooien. Tip 6. Ook weer voor je schouder, voor je onderarm en je pols. Als je nog een oude shuttle hebt, maak er een touwtje aan, hang hem op en ga er tegenaan slaan. Of als je een air badminton shuttle hebt, kun je ook al naar buiten gaan om daar te gaan badmintonnen. Maar ook daar weer rustig aan beginnen. Eerst gecontroleerd, daarna steeds harder gaan slaan. Dit waren mijn tips. Zorg ervoor dat je de tips niet allemaal op één dag gaat doen, maar verspreid over de hele week. Intensiteit laag en dan opbouwen naar hoog. En de duur van de oefeningen ook, precies hetzelfde. Eerst weinig, naar steeds meer. Succes!